Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 18 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mijn vinger opengehaald aan het bindertje wat om de beschuitrol heen zit, waarmee je hem afsluit. Ik voelde ineens wat scherps en ik dacht, oei, dat bindertje was een beetje scherp. En nou ja, ik voelde wel eventjes dat het zeer deed. Ik dacht, nou ja, gaat wel weer over. En letterlijk een paar seconden daarna voel ik iets nats op mijn hand en ik kijk en het is dus allemaal bloed. Dus dat ding dat had toch een beschadiging in mijn huid gemaakt. Dus ik heb het even afgeplakt omdat ik niet zo zin had dat het bloed overal heen liep. Want ik had in eerste instantie even een papiertje eroverheen gelegd. Maar daarna, toen leek het even over te zijn, begon het net zo hard weer. Dus ik denk, nou dan maar even afplakken, dan smeren we het niet overal in. Gisteravond, echt, ik heb na het douchen een van die nieuwe joggingsbroeken van de Zeeman aangetrokken. Ik heb ze volgens mij 2 vlogs geleden of zo laten zien. Die had ik dus gekocht voor 5 euro per stuk bij de Zeeman en dat ding is het leven. Ik had echt letterlijk geen koude benen. Ik weet niet wat het materiaal aan de binnenkant is. Ik zal het zo meteen nog wel eventjes aan jullie laten zien. Maar echt zo lekker warm. Als je op zoek bent naar een joggingsbroek die gewoon echt lekker warm zit. En ik vind het zelf heel fijn dat hij niet van die touwtjes heeft aan de bovenkant. Echt een aanrader om even bij de Zeeman te gaan kijken. Ik weet overigens niet of ze ze ook voor mannen hebben. Want ik kom eigenlijk nooit op de mannenafdeling. Althans, ik loop er wel langs heen. Maar ja, ik heb er niks te zoeken. Want ja, ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Maar het is echt een moeite waard als je gewoon lekker op zoek bent naar een lekkere warme broek. Voor in de avond of zo. Of gewoon als je thuis bent en lekker wil relaxen of zo. Is het echt de moeite waard. Want ik had gewoon geen koude benen door die broek. Dus echt ideaal. In het zwart en in het grijs hebben ze ze voor dames. Ik heb gisteravond naar Goede Tijden gekeken en daarna Ewout. Vond ik ook nog wel weer een aantal dingen die best wel heftig waren die er gebeurden. Maar goed, ik vind dit seizoen, ik heb nu 2 afleveringen gezien, al wel veel heftiger dan de andere seizoenen, maar dat komt misschien toch omdat het een grote stad is. Ik moet zeggen, Amsterdam is dat ook, maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren, want dat is te lang geleden. Maar op zich was het wel weer mooi. Daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog afgemaakt en mijn foto's bewerkt. Ben ik lekker mijn Netflix-serie verder gaan kijken. Ik ben er volgens mij alweer bijna doorheen, maar het is echt super spannend. En daarna nog weer eventjes de serie op Videoland. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik lekker een deel van mijn boek weer gelezen. Het is echt zo'n boek wat ik moeilijk weg kan leggen, dus dat was ook wel heel fijn. Toen ben ik gaan slapen en ik was super blij dat mijn sprei weer op het bed lag. Want dat was gewoon echt wel. Ik merkte gelijk ook dat mijn benen daardoor weer warmer werden. Dus dat was echt een heel groot pluspunt. Ik ga zo meteen de boel doen. Maar ik heb dus mijn make-up la weer ingeruimd met de producten voor mijn gezicht. En dan moet je denken aan contour en de highlight palettes en zo. Want die had ik eventjes helemaal leeg gehaald om alles een keer te gaan gebruiken weer. En ik heb nu bijna alles opgebruikt. Het grootste gedeelte lag in een doos. Ik dacht, dat ga ik inruimen. Daar heb ik jullie in meegenomen. Dus ik ga jullie dat laten zien. Ga ik even de bol doen. En ik denk daarna nog even in mijn bullet journal. Ik moet even opwarmen. Ik ga even muziekje aan doen. Ik moet even opwarmen. Ik heb het nu weer super koud. Het is 17,5 graad nu binnen. Gisteravond met koken werd het wel weer 18. Maar je merkt wel echt dat het koud is. En ik vraag me ook af hoeveel graden het nu is. Ik ga heel even checken hoor. Als hij het doet. 12 graden, dus op zich is het niet heel koud. Maar goed. Ik ga in ieder geval even aan de gang. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik die la heb opgeruimd. Nou, dit is dus de binnenkant van het joggingsbroek. En ik weet dus niet precies, zoals ik al vertelde, wat voor materiaal het is. Maakt me ook niet uit. Het is echt zo lekker warm. Het is echt heerlijk. Ik weet ook niet of het erin zal staan. Staat het erin? Polyester. Nou ja, goed. Het is in ieder geval super lekker warm. Dus dit ding, daar kan ik de koude winteravonden wel mee doorkomen. Ik heb dus hier deze la. Die zat helemaal vol met face palettes eigenlijk. En ik ben dus alles aan het roteren. Dus dat betekent dat ik al heel veel heb gebruikt. En dit nog over is, wat ik nu moet gaan gebruiken. Dat ga ik er dus eventjes uithalen. Leg ik even apart, zodat ik dit nog even kan gaan gebruiken. Dan kunnen de andere spulletjes alvast terug. Dat vind ik wel fijn, want dan heb ik weer wat meer ruimte. Dus dat ga ik nu gelijk even doen.
die is weer gevuld. Misschien dat er hier en daar nog wat veranderingen plaatsvinden. Want dit gaat allemaal nog wat meer naar achter. Omdat er nog meer spulletjes bij komen. Maar voor nu zit dit er in ieder geval allemaal weer in. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Zo. Ik ben weer klaar. Ik heb alles weer lekker schoon. Dat is wel heel fijn. Ik heb even mijn bullet journal gezeten. Maar ik ben even een beetje inspiratieloos. Ik wil even niet zoals ik het wil. Komt gewoon omdat ik een beetje druk ben in mijn hoofd. Omdat ik eigenlijk boven ook van alles wil gaan doen. Maar dat ga ik dan van het weekend mooi eventjes doen. Ik heb het oude papier even bij elkaar geraapt. Even het wasje van de lijn opgevouwen. Dat kan ook weer naar boven morgen of vrijdag. En dan moet ik van de week ook weer even een was draaien. Want ik heb deze week nog niet gewassen. Katten hebben ook net lekker eten gehad. Dus dat is allemaal prima. En ja, het is wel fijn dat alles weer schoon is. Ik blijf alleen last houden van de fruitvliegjes. Maar ik heb eigenlijk ook nog niet op Google gekeken. Misschien dat ik dat vanavond eventjes doe. Maar het is in ieder geval allemaal wel weer lekker schoon. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik strakjes lekker douchen. Daar heb ik nu al zin in. Want ik heb het natuurlijk weer heel koud. Oh, er schreeuwt een kindje buiten. Vanavond ga ik gewoon, als ik gegeten heb en opgeruimd, Goede Tijden kijken. En daarna weer Het Perfecte Plaatje. Ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog inplannen en even een thumbnail maken. Ik hoop dat de vlog goed is gegaan. Dus moet ik nog even checken of dat geluid goed werkt. Even mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En daarna met Oogappels. Daar heb ik wel zin in. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb echt nog letterlijk heel weinig minuten om te filmen. Dus ik moet ook mijn kaartje vanavond leeghalen. Had ik gisteren al willen doen, maar toen dacht ik, oh, kan vast nog wel. Nou, het is nu wel echt tijd om leeg te gaan halen, dus dat ga ik vanavond ook eventjes doen. Goed, dat is in ieder geval mijn planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien en nu eventjes lekker in de relaxmodus. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 19 oktober. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is boodschappendag, maar dat duurt nog even voordat mijn coach er is. Dus ik zat eraan te denken om eventjes de boekenvideo op te nemen. Dan heb ik die klaar en nog even wat te rommelen. Dan heb ik dat allemaal gedaan. Ik krijg ook een berichtje of ik zaterdag meega naar de cash show. Dat is hier niet zo ver vandaan, dus dat vond ik wel super leuk. Natalie gaat ook mee, dus gaan we daar even kijken hoe de kerstopstellingen weer zijn. En altijd wel leuk om te zien wat voor nieuwe dingen er weer toegevoegd zijn. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ben vorig jaar ook daar geweest en dat vond ik echt heel indrukwekkend. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar erbij staat. Maar dan ga ik jullie dan ook mee, meenemen, zeg maar. Ik heb heel erg last van mijn nek en het is gisteravond echt in 10 minuten ontstaan. Ik lag in bed en ik had het heel erg koud, dus ik heb heel erg mijn spieren aangespannen. En daardoor is die nek dus nu stijf gaan staan en dat merkte ik dus al met lezen en dat was niet prettig. Ik kon ook heel slecht een draai vinden om te slapen, want ik slaap eigenlijk altijd op mijn zij. Ik zit wel meer aan de linkerkant, dus ik ben op de rechterkant gaan liggen. Maar het voelt niet zo heel erg lekker aan, dus ik hoop wel dat het er weer uittrekt. Sporten ging op zich wel, maar ik merk wel echt dat hij goed stijf is. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en Het Perfecte Plaatje. Was wel weer leuk, vond het ook wel even heftig. Want ze moesten een fotoshoot doen met dat ze zelf in een kooi zaten. Maar je zag dus ook wat beelden van dieren die in een kooi zaten. Ja, dat vond ik best wel heftig. Ja, dat is niet zo mijn ding. Maar ik denk van niemand, want het is gewoon heel pittig om te zien. Verder heb ik nog even een spelletje gedaan en heb ik een thumbnail gemaakt voor de vlog en heb ik mijn blogpost geschreven. Dat ging allemaal wel vlot. Toen ben ik de serie weer gaan kijken en vanavond is alweer de laatste aflevering en ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. Want nu kwam het hoofdpersonage zeg maar ergens achter en toen dacht ik, oh zie, nu snap je het. Ik vind af en toe wel dat het een beetje lastig te begrijpen is, maar ik vind het wel een hele goede serie. Ik vind het ook wel jammer dat ik alweer de laatste aflevering heb. Vanavond. Daarna had ik weer oogappels en dat was ook gewoon weer mooi zoals altijd. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. Dus ik kan vanavond met het tweede deel van het boek beginnen. Dus dat is allemaal top. Dus dat was het ook eigenlijk. Ik ga nu eventjes wat dingetjes doen en dan neem ik jullie nog weer eventjes mee met de boodschappen. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Ik heb een pakketje binnengekregen, want ik heb een nieuwe douchespeaker besteld. Ik vind het dus heel erg lekker om muziek te luisteren bij het douchen. En dat werkt dus altijd op Bluetooth. En ik doe dan altijd, ik sluit mijn iPod erop aan. Dan vind ik het altijd lekker om muziek te luisteren. Niet van mij deed het niet meer, dus ik heb een nieuwe besteld. Het is gewoon een hele basic
speaker die ik altijd al heb. Maar dit keer is het een rode. Er zit dus altijd een magneet ingebouwd. Die kun je dan ook wel zo afhalen om hem op te laden. En het zou een rode zijn, maar ik vind hem ook wel... Ja, zo is hij wel rood. Er zit een oplaadsnoertje bij. En het is eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde als die ik had. Je doet hem hier aan. Hij zal nu wel leeg zijn. Denk ik. Ga ik vanuit. Weet ik wel zeker, want hij gaat ook niet aan. Je kunt hem hier aan de onderkant opladen. Dus dat ga ik zo gelijk eventjes doen. En dan kun je lekker muziek luisteren met douchen. En ik vind dat zelf gewoon altijd heel fijn. En die van mij deed niet meer. Dus ik denk, nou, is even tijd voor een nieuwe. Dus die ga ik eventjes gelijk aan de opladen leggen. Dan kan ik die vanavond gelijk gebruiken. Want dat vind ik wel heel erg fijn weer. Boodschapjes. De katjes zijn net lekker aan het eten. Ik ga laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb niet heel veel gehaald. We waren nog even naar een ander centrum geweest. Dat was wel leuk. Want ik wilde eventjes naar de Vibra en daar ook even bij de Hema geweest. Daar heb ik jullie even meegenomen. Maar ze hadden niet alles wat ik nodig had. Dus ik ga het nog wel weer even hier kijken. Ik heb gekocht weer even schuimen. Het was in de aanbieding. Aardappelschijfjes. Patat. Dan heb ik hier chocomel. Dan even naar de andere tas. Dan heb ik spinazie gekocht. Deze komt bij de goudranet vandaan, dus die is vers geschept. Boontjes. Spekjes. We hadden weer de actie van die snijboontjes, dus die heb ik weer meegenomen, want ik dacht, dan doe ik weer een helft in de vriezer, heb ik wat groente op voorraad, frikandellen, kattenbrokken. Ja, ze hadden mijn toetjes niet, dus ik heb nu deze, want ze hadden die kleintjes dus niet. Van maandag hamburger, want ik was op de valreep ook nog vlees vergeten. Slavinken. Vitaminepillen. Dus dat waren alle boodschapjes. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog heel even relaxen. Een beetje opwarmen. Dan ga ik straks lekker douchen. En vanavond ga ik weer Goede Tijden kijken. En de Big Bang. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Mijn foto's bewerken. En dan ga ik mijn Netflix serie uitkijken. Waar ik heel veel zin in heb. En daarna ga ik nog even Videoland kijken. En nou, dan ga ik lekker naar bed om een nieuw boek te lezen. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus straks even lekker opwarmen. Ik ga straks mijn nieuwe douchespeaker uitproberen. Dus ik zal jullie morgen even op de hoogte houden hoe dat is gegaan. Ik ga nu even wat drinken en dan zou ik bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 20 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer koud vandaag, maar het is ook wel kouder, want het waait heel erg. En het is ook heel erg aan het regenen. Wel gezellig natuurlijk. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. En het was eigenlijk best wel grappig. Er zit, ineens is er een regisseur vanuit het niets gekomen. En ik zei tegen mijn moeder. Ik zeg, ik vertrouw die man niet. Ik zeg, ik weet niet wat het is. Maar er is iets wat ik niet vertrouw. Nou, mijn moeder had het nog niet meteen. Toen bleef dus gisteravond dat het inderdaad ook wel waar was. Dat hij niet te vertrouwen was. Dat was wel grappig dat ik dat al aanvoelde. Nou heb ik naar de Big Bang gekeken.
ja, was wel gewoon wel leuk om te zien, maar ik had niet zo heel veel met deze kandidaten. Dus dan is het al iets anders, zeg maar. Maar het was ook de laatste aflevering. Ik heb eventjes een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan uitkijken. En eerlijk, ik vond het einde eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja, ik kan er gewoon niet zoveel over zeggen zonder te spoileren. Want er zijn misschien mensen die deze serie nog willen kijken. Maar ik vond het einde gewoon zo ongeloofwaardig. Dat was niet zo mijn ding. Dus ik vond het einde gewoon niet fantastisch. Ik was een klein beetje teleurgesteld. Want ik was de hele tijd heel enthousiast over deze serie. En dan het einde is echt zo van, oh, is dit het? Vond ik minder. Daarna heb ik nog eventjes weer naar de serie op Videoland gekeken en ben ik naar bed gegaan. Heb ik een nieuw boek uitgezocht, dus dat was wel fijn. Ik heb de doucheradio gisteren uitgeprobeerd. Dat ging echt supergoed. Goed geluid erin. Ik had hem heel eventjes opgeladen, want omdat ik de deur uit moest, wilde ik hem niet op de oplader laten liggen. Dus ik heb hem nu even op de oplader liggen, zodat hij volledig kan opladen. Maar het werkt echt fantastisch. Hij werkt gewoon met mijn iPod. Het is gewoon heel fijn. Ik luister eigenlijk altijd muziek met mijn iPod, omdat ik daar de muziek op heb staan die ik leuk vind. En je verbindt hem met Bluetooth en dat ging eigenlijk supergoed. Dus dat is heel fijn. Ik heb een pakketje binnengekregen. Die ga ik even met jullie uitpakken, want het is wat nieuwe make-up. Ik heb nog even wat dingetjes over jullie gefilmd, want ik wil eventjes naar boven gaan. Ik heb namelijk ook een herdenkdoos gemaakt. En daar ga ik jullie eventjes in meenemen, dat ik die inruim. Ik heb nog eventjes mijn gestoomd, zeg maar, die katten dingetjes van Francine, die lopertjes, die placemats en de, even denken hoe die andere heette, theedoeken. Dus dat ga ik jullie laten zien, want dan kan ik even boven wat doen. Maar ik ga eerst even met jullie het pakketje uitpakken, dus die zal ik er even bij pakken. Essence en Catrice hebben weer zo'n collectie samen, weer zo'n zussencollectie noemen ze dat. En dit keer, dat hebben ze dus al vaker gedaan, en dit keer hebben ze gekozen voor Minnie Mouse, Minnie en Mickey Mouse en Winnie de Pooh. Ik heb daar al wat dingetjes van besteld. Er waren ook al wat dingen uitverkocht, dus die zou ik nog wel willen gaan kopen in de winkel. Want de collectie komt volgende maand in de winkel, maar ik heb dus al wat producten binnengekregen. Die ik dus gewoon heb besteld. Er gaat er net eentje voor de camera zitten. Even eraf. Ik heb hier allereerst alvast een oogschaduwpalette van Winnie de Pooh. En ik vind hem heel erg leuk. Ik heb gekozen voor deze kleurencombinaties. Omdat ik die heel erg mooi eruit vond zien. En je kijkt een beetje wat je mooi vindt natuurlijk. Dan heb ik hier ook alvast een bronzer van Winnie de Pooh. En wat ik zeg, er is er dus nog een van. Die zou ik heel graag willen hebben. Maar hoe leuk. Tijgertje staat erin en dan zo'n honing druppel. Heel leuk. Dan heb ik hier een oogschaduwpaletje van Mickey and Friends. En ik heb gekozen voor deze omdat die kleuren me heel erg aanspraken. Oh, wat schattig. Kijk. Als je hem opent, zit hier zo'n Minnie Mouse. En dit zijn de kleuren. Ze hadden meer paletten, maar ik vond niet alle kleuren heel erg mooi. Dan heb ik alvast twee highlighters. Dat zijn deze. Ik zal ze deze uithalen, want ik kijk natuurlijk toch een beetje. Tijgertje, ga er nou eens even van af. Ik heb deze. Highlighter zeg ik, het is een blush. Het is een bouncy blush. Sorry, ik was een beetje in de war. Die. En ook deze. Heel leuk. Ik ben wel benieuwd. Bouncy, wat zegt dat? Ik stop gelijk even terug, want ja, kan ik het allemaal even gewoon netjes wegleggen. En het laatste wat ik heb, het is een lipglossje. En daar hadden ze eigenlijk nog een kleurtje van. Maar die was al uitverkocht. Dus die zou ik nog bij willen gaan halen. Maar dat doe ik dan even in de winkel. En dat is deze. Dus super leuk. Dat heb ik er al van besteld. Volgens mij heb ik ook mondjes erbij. Even kijken. Dat is altijd op de bodem. Wat hebben we vandaag? Oh, Dior. Deze.
Hij ruikt lekker. Oeh, heel lekker. En van Lancôme heb ik ook nog twee serumpje. Ja, het is allemaal een beetje Duits, want deze webshop is eigenlijk Duits. Dus dat. Ik ga eventjes een wasje aanzetten en dan ga ik jullie even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Ik ben klaar met de klusjes die ik wilde doen. Ik ben niet helemaal tevreden. Ik had zo gehoopt dat ik zoveel verder kwam. En ja, ik heb gewoon eventjes, dan lig ik gisteravond in bed. En dan denk ik, yes, ik ga morgen echt lekker ermee verder. En ik heb er ook heel veel zin in. En dan ben ik eenmaal bezig en dan weet ik het gewoon niet meer. Dan weet ik niet meer hoe ik verder moet. Mijn coach gaat mij wel helpen binnenkort een keer bij de zolder. Maar ik wil het zo graag zelf doen. En dat is een beetje mijn valkuil. Ik wil zo graag de dingen zelf doen zonder hulp. Maar het gaat me gewoon niet meer lukken. Want ik weet gewoon niet meer waar ik verder moet. Nathalie heeft me ook al een keertje geholpen. En ik zie het gewoon niet meer. Ik weet het gewoon echt niet meer. En dat komt uiteindelijk wel goed, maar dan ben ik toch een soort van teleurgesteld in mezelf dat het dan zelf niet echt lukt. Terwijl ik gewoon, weet je, als ik gewoon eventjes doorpak, dan gaat het ook wel, maar het is gewoon even te veel nu. Goed, dat zal uiteindelijk wel weer goed komen. Ik heb wel even wat kunnen doen. Ik heb daarna toch nog eventjes ook nog even wat creatiefs gedaan, want dan kan ik mijn hoofd even leegmaken. Dat vind ik altijd wel fijn. Nu heb ik net lekker de katjes gevoerd. Ik heb de was nog aanstaan. Die draait nog. Het duurt nog wel even voor die klaar is. Dus ja. Ik ben minder tevreden dan ik had willen zijn. Maar goed, het is eventjes niet anders. Ik ga soms in ieder geval eventjes lekker relaxen. Want ik heb ook al kleren voor morgen klaargelegd. Want ik word rond 1 uur opgehaald. Omdat ik natuurlijk naar de kerstshow ga. Wat wel super leuk is. Dus ik zal de camera opladen. Zal ik de camera meenemen. Zodat ik daar ook wat kan filmen. Hopelijk voor jullie. Maar ja, goed. Dus nou ja, goed. Ik ga zondag gewoon eventjes lekker relaxen. Eventjes alles proberen los te laten. Dan ga ik straks lekker warm douchen en eten maken. Vanavond heb je gelukkig gewoon weer Flikker Rotterdam. En daar kan ik altijd heel erg van genieten. Dus dat heb ik vorige week ook echt wel gemist. Dus ik ben blij dat het er vanavond gewoon op is. Ik denk dat ik nog even een spelletje ga doen. Dan ga ik de video editen. En mijn blogpost schrijven. Ik moet natuurlijk een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik weet eigenlijk nog niet wat dat wordt. Want ik heb er eigenlijk nog niet in verdiept. Dus ik ga even kijken. Dan ga ik verder met die serie Eén Grote Familie van Chantal Jansen. Ik ben wel benieuwd. Ik heb natuurlijk pas 1 aflevering gezien. Ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan, ja, dan is de avond ook wel weer voorbij.
Ik ga Leon ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu gewoon eventjes niks meer doen. Even relaxen. En even een soort van frozen momentje. Let it go. En ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is net middag op deze zaterdag. Het is 21 oktober. Ik ga mezelf even klaarmaken. Want ik ga naar de kerstshow toe, had ik verteld. Je gaat ook mee. Dus daar gaan we even kijken. Ik ben benieuwd wat er dit jaar weer nieuw is, zeg maar. Want vorig jaar al best wel spectaculair. Dus ik ben heel benieuwd wat er dit jaar is. Maar volgens mij is vandaag de opening. Dus ik denk dat het best wel druk gaat zijn. Of misschien zijn heel veel mensen vanochtend al geweest. Maar ik denk dat de meeste mensen toch wel 's middags gaan. Dat is echt wel zo'n uitje voor de zaterdag natuurlijk. En voor sommigen is het misschien net vakantie. En voor anderen is de vakantie alweer voorbij. Ja, daar zit je ook gewoon niet meer echt in, zeg maar. Mijn moeder die heeft nu ook een weekje vrij. Nou, gisteravond, ik heb gekeken naar Flikker Rotterdam. Was gewoon wel weer heel erg mooi en daar heb ik wel weer van genoten. Was verder prima. Toen ging ik daarna nog even een spelletje doen. En toen was het tijd. Toen heb ik de video geëdit en opgeslagen en een blogpost geschreven. Maar toen ging ik die video checken en toen had hij dus weer geen geluid. Dus ik moest hem weer opnieuw opslaan. Maar ik wilde ook eventjes een nieuwe serie kijken op Netflix. Dus ik heb een nieuwe serie uitgezocht. Het is een beetje soapachtig. Ik vond het in het begin, dacht ik even, oh, als dit het wordt, weet ik niet of ik het leuk vind. Maar uiteindelijk werd het al best wel spannend. Dus ik denk wel dat ik hem uit ga kijken. Het is Spaans, dus ik weet de naam zo niet. Ik zal hem wel even in beeld zetten. Ik ben heel slecht met de namen, merk ik, de laatste tijd met series. Maar het komt omdat ik best wel veel buitenlandse series kijk, zoals Spaans of Mexicaans. Ja, dat kan ik gewoon niet uitspreken, want die spraak heb ik niet. Dus goed, toen had ik de video intussen opnieuw opgeslagen. Maar toen kwam er eigenlijk alweer vrij snel een volgend probleem. Want toen was ik al met de thumbnail begonnen. Toen dacht ik, die maak ik eventjes af. En de laptop was zo traag dat dat ook niet ging. Dus dat was ook super vervelend. Dus toen heb ik eventjes Videoland gekeken. Ondertussen geprobeerd die thumbnail op te slaan. En dat wilde gewoon niet. Dus toen ben ik naar bed gegaan. Toen heb ik de laptop even mee naar bed genomen. Toen heb ik het in bed even afgemaakt. Maar het is normaal niet iets wat ik graag doe. Maar ik dacht, ja, ik wil het toch af hebben. Dus dat had ik even gedaan. Maar dat vond ik niet gigantisch fijn. Dus uiteindelijk is het na opnieuw opstarten wel gelukt. Maar ik vond het echt wel eventjes dat ik echt eventjes zo'n baalmoment dat ik dacht van, oh, waarom is dit zo vervelend? Maar goed, het is allemaal gelukt. Toen ben ik mijn boek verder gaan lezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En ik zal zo eventjes laten zien. Want ik heb dus dat nieuwe hesje aan van de Zeeman. Laat ik dat eventjes laten zien. En dan neem ik jullie mee naar de kerstshow straks. Ik zou even de outfit laten zien. En ik heb dus deze aan. Die hebben jullie in mijn vorige vlog kunnen zien. Is alweer 2 vlogs geleden. Nou, ik weet het niet meer precies. Vorige vlog, denk ik. Die had ik dus bij de Zeeman en die kun je dus aan de zijkant gewoon strikken, waardoor je oksels lekker vrij zijn, maar je wel de warmte hebt van dit materiaal. En daar heb ik gewoon een shirtje met lange mouwen onder en gewoon mijn zwarte broek die ik ooit een keer bij de Zwarte Markt heb gekocht. Ik heb nu nog mijn sloffen aan, dus ik moet nog even schoenen, maar dat worden gewoon mijn uks, want daar leef ik al in. Maar ik vind het gewoon wel heel leuk staan en het zit ook gewoon heel lekker. Dus ja, heerlijke combinatie zo. Thank you.
Zo, inmiddels ben ik alweer eventjes lekker thuis. En het was heel leuk om te zien. Het was heel leuk. Lente was er ook bij. Dat was wel leuk om die ook weer even te zien. Ik ging nog een speurtocht doen. Dat was wel leuk. Ik had voor mijn gevoel was het kleiner dit jaar. Het was niet zo groot. Vorig jaar had ik het vermoeden dat het groter was. Maar ja, het leek kleiner. Maar het was evengoed wel heel mooi om te zien hoor. Al die bomen. En het viel me nog mee qua drukte. Het was niet zo heel erg druk. Ik had het drukker verwacht omdat het openingsweekend was. Ik heb nog een muts gekocht. Die was nu met 70% korting. En een terrisjaal. Want ja, dat vond ik gewoon lekker, zeg maar. Dus die kun je gewoon over je hoofd doen. Maar ik heb natuurlijk heel veel van die teddy, teddy spul. Ik vond deze gewoon bij mijn jas passen. Dus een teddy shell. En van mijn vader kregen we stroopwafels. Ik hoopte eigenlijk al dat de oliebollenkraam er was, maar daar was het nog te vroeg voor. Dus dat. Kartjes hebben ook net lekker gegeten. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer gewoon naar Ik hou van Holland en de Alles kunnen Vips. Ik denk nog eventjes een spelletje doen. En dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ook even kijken hoe ik dat allemaal ga doen met de beelden en zo. En nou, dan ga ik de Netflix-serie kijken en daarna weer in grote familie. Dus dat wordt de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 oktober. Zoals je kan zien wordt mijn gezicht hier eventjes afgelebberd door muis. Op de achtergrond staat Ajax nog aan. De wedstrijd is weer eens opgeschort. Er zijn weer bekertjes op het veld gegooid. Dus ja, hij zal wel weer gestaakt worden. Of dat ze het uit willen spelen. Ajax stond toch weer achter. Dus ja, het zal ook weer eens een keertje niet. Nou, ik heb gisteravond naar de Alles kunnen gekeken. En daarna Ik hou van Holland. Was wel leuk. Toen heb ik daarna eventjes de vlog in elkaar gezet. Ik heb even de beelden bekeken van de kerstshow. Ja, ik noem het eigenlijk kerstshow. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon de kerst... de kerstafdeling in de winkel. Maar goed, ik noem het kerstshow, want zo wordt het ook een beetje in de app gezegd. Dus die heb ik erin gehouden, zo heb ik de vlog ook genoemd. Nou, die waren ook wel leuk geworden, dus dat ging allemaal wel goed. Verder heb ik eventjes wat problemen gehad weer met de laptop, want hij was weer heel traag. Het lukte allemaal niet zo. Daarna heb ik... de Netflix-serie gekeken en toen nog eventjes één grote familie. En toen ben ik naar bed gegaan om het boek te lezen. Maar toen dat ik best wel moe was. Ik had nog wat van mijn moeder gekregen. Dat hadden ze meegegeven. Dat zal ik zo nog even laten zien. Want dat ben ik gisteren helemaal vergeten. Omdat ik toen ook even lekker ben gaan relaxen. En eventjes gewoon lekker gaan douchen en mijn dingen gaan doen. Dus nou ja, dat was allemaal wel prima. Dus ja... Eigenlijk verder een prima avond waar ik wel blij mee ben. En nu ga ik eigenlijk eventjes de kwasten nog doen. Want die heb ik gisteren natuurlijk niet gedaan. Ik wil eigenlijk eventjes mijn vloerkleed schoonmaken met Dusty. Even een sopje van maken en die eventjes lekker helemaal invrijven. En dan wil ik hem eigenlijk eventjes van de week, woensdag of zo, eventjes dat ik wat waspoeder opstrooi. Ik heb die tip ooit gelezen en dan wordt je ook je kleed weer lekker een beetje fris. Dus dat vind ik altijd wel lekker als het weer een beetje lekker ruikt. En ik ga gewoon foto's maken, dus ik zal straks ook even de fotospullen laten zien. Maar ik zal eerst even die spulletjes van mijn moeder laten zien, zodat ik die eventjes ook kan opbergen weer. Dus ik neem jullie vandaag gewoon weer een beetje mee. Dus ik denk dat ik straks, het zal straks gewoon alleen even de fotospullen laten zien zijn. Ik krijg er trouwens ook vaak de vraag over waarom ik die foto's maak. En dat vind ik wel leuk. En ik antwoord daar ook altijd op. Maar voor de mensen die misschien die vraag ook hebben. Naast dit YouTube kanaal heb ik dus ook altijd mijn eigen blog. En daar schrijf ik dus reviews op van make-up producten. Vandaar dat ik die dus fotografeer om er ook foto's bij te kunnen plaatsen. Ik zie dat Ajax inmiddels weer is gaan spelen, dus ik zal zo eventjes die spulletjes nog laten zien. Ik zou nog even laten zien wat ik van mijn moeder had gekregen. Allereerst een heel leuk geurtje, Fairy Wings heet die.
zit 100 milliliter in. Ja, echt super leuk. Ik ben heel benieuwd hoe die ruikt. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Ze had al wel verteld dat ze een geurtje had gehaald. Dus ik vroeg van de week, oh, mag ik niet alvast een foto? Want ik ben zo benieuwd. Toen stuurde ze hem echt, ja, super leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe die ruikt. En ze had een, het is zeg maar zo'n ding. Die kun je in de wasmachine doen. En die verwijdert dan het haar en, ja, fibers, lint staat erbij en ook dierenharen. Dus die doe je in de wasmachine. Je kunt hem ook in de droger stoppen. En je kunt hem dan na zeg maar gebruik kun je hem afspoelen. Mijn moeder zegt wel, ga er maar vanuit dat hij gaat krimpen. Want dat had ze gezien ergens. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd of dat werkt. Volgens mij voelt hij, even kijken hoe dat voelt. Oh ja, heel heel een beetje plakkerig. Dus nou, ik ben wel heel benieuwd. Dus die had mijn vader, die had hij gisteren eventjes meegenomen voor mij. Ik heb inmiddels even wat klusjes gedaan. Ajax die is uiteindelijk wel uitgespeeld, maar is weer dik verloren. Of dik, nee, dat viel wel mee. Maar weer verloren. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ze nu gaan doen met de trainer. Maar ik had een, ik had een stream aan. En dat was dus een Vlaamse commentator. Dus dat klonk wel heel grappig. Ik ga nog even wat kleine dingetjes doen en dan ga ik de foto's maken. Dus ik zal zo even de spullen laten zien. Fotospulletjes gepakt. Ik heb hier een Invisible Matte Loose Powder van Catrice Long Lasting. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of die nou aan de binnenkant zo'n draaimechanisme heeft. Dat ga ik zo zien. Dit oogschaduwpaletje van Don't Stop Believing In. Die gaan er volgens mij ook uit. Die heb ik dus in de bakken zien liggen van de sale. En deze twee lipglossjes nog van Fortnite. Dus die ga ik dan ook nog eventjes doen. En dan heb ik alle Fortnite dingen ook gedaan. Dus hier ga ik nu mooi even foto's van maken. Muziekje aan en dan gaan we even lekker aan de gang. Zo, ik heb nog even wat opruimwerkzaamheden gedaan. Boven wat dingen in, hier beneden wat dingen. Alvast eventjes de snijbonen alvast even in een zakje. Die gaan straks de vriezer in, want die zijn dan maar tot morgen goed. En ik ga die morgen niet eten. Dus dan kunnen ze mooi de vriezer in. Ik heb hier, oh, dat vind ik altijd zo vervelend. Even dit weggooien. Aan mijn slof gaan altijd van die haren zitten. Ik wil eigenlijk een keer echt even nieuwe kopen. Maar die zijn best wel duur die ik wil hebben. Dus dat komt nog wel. Het is nog niet eens officieel winter. Nou ja, de foto's zijn klaar. Katjes hebben net lekker eten gehad. Dus dat is wel lekker. Het begint hier een beetje te betrekken. Het was op zich de hele middag ja, een beetje lichtzonnig. Maar het begint nu een beetje te betrekken. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond, wat ga ik kijken? Wel het roer om, want dat komt. Je hebt geen Alberto Stegeman. Ik denk dat ik nog even wat terug ga kijken. Want ja, je hebt nu de start van een nieuw programma wat weer dagelijks moet gaan beginnen. Wat me helemaal niet leuk lijkt. Dus dat ga ik niet kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Ga ik mijn foto's bewerken. En eventjes kijken of de laptop wat leeg krijgt. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer zie mij graag. En dan ga ik daarna lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het dan ook. Verder niet heel erg bijzonder. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Misschien dat ik nog even een stukje van sport aanzet. Want ik wil eigenlijk even weten wat er nou allemaal precies aan de hand was. Want door die stream heb ik dat niet helemaal meegekregen. Maar goed, dat het verliezer was, dat is duidelijk. Dus dat wordt in ieder geval mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag 23 oktober. Het is maandag. Ik ben klaargemaakt en ik word letterlijk een beetje gek van de fruitvliegjes in huis. Tenminste, ik denk dat het fruitvliegjes zijn. Wat wel heel gek is, want ik heb geen fruit in huis. Mijn moeder had het ook nog over een grasvlieg, maar die zag er voor mijn gevoel toch iets anders uit. En nu heb ik dus gisteravond een mengseltje gemaakt. Mijn moeder die zei ook al iets met een tuutje dat je moest doen, maar dat stond op internet niet. Maar ik heb dus een mengseltje gemaakt van azijn, water en een druppeltje afwasmiddel, maar ze gaan er niet in. Dus ik weet dus ook niet of het dus echt fruitvliegjes zijn. Ik moet wel zeggen, je kan ze heel makkelijk kapot klappen tussen je vingers. Maar ze kunnen zich ook echt mega snel vermenigvuldigen. Ze kunnen ineens van 4 naar 120 gaan, zo snel. Maar ze zweven er wel boven, maar ze gaan er dus niet in. Dus ik dacht, misschien moet ik het even afdekken met wat plastic.
dat ze dan echt die geur willen gaan ruiken. Want nu komt die geur natuurlijk naar boven. En als ik er gewoon wat gaatjes in maak, dan kunnen ze het wel ruiken. Dan gaan ze er misschien wel in. Je kan het ook met appelazijn doen. Dan gaan ze er ook in. Maar dat ga ik wel eventjes nog proberen om het af te dekken. Nou, ik zou gisteravond naar het roer om gaan kijken. Dat heb ik uiteindelijk een stukje van gezien. Maar toen bleek dat het een herhaling was. Want die mensen kwamen al zo bekend voor. Dus dat heb ik niet uitgekeken. Toen ben ik een aflevering van Hudson en Rex gaan kijken. En daarna vier handen op één buik. Dus dat was wel leuk. Ik heb nog even een spel gedaan. Toen ben ik lekker mijn foto's gaan bewerken. Mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna lekker en mijn video lanceren. Toen ben ik naar bed gegaan. Lekker mijn boek lezen. Is zo'n leuk boek. Moeilijk weg te leggen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb het weer heel koud. Ik denk toch dat het door die legging komt. Ik heb zeg maar zo'n spijkerlegging aan. Maar ik merk wel dat die gewoon een beetje fris is. Maar ik heb het sowieso wel redelijk koud. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Ik hoop dat jullie het goed zien. Stel eens scherp. Ja, heel goed. Ik zal het kleurtje er even bij pakken. Het is een Brave Metallic lakje van Catrice. En deze heeft de naam 04 Love You Cherry Much. Ik vind hem echt heel leuk. Leuke dekking. Het is wel denk ik een beetje een drama om ze eraf te krijgen. Want die blauwe, die kreeg ik er dus heel slecht af. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Dus dat heb ik gedaan. Nu ga ik zometeen hier aan de gang. De kattenbakken moeten, de douche de gang. Het is de week van de uitgebreide schoonmaak. Dat ga ik zometeen lekker doen. Ik moet echt onwijs niezen, maar elke keer wil het er niet uitkomen. Dat geeft een beetje een benauwd gevoel. Want ik heb een beetje het gevoel dat ik wel een beetje verkouden ben. Mijn stem af en toe kwijt ben. Komt wel goed. Dus ja, dat is eigenlijk de planning. Verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen. Want er is eigenlijk ook niet zo heel veel gebeurd in de tijd dat jullie niet hebben gezien. Ik heb nog even Studio Sport gekeken. Maar die trainer van Ajax, wat hij van die voor die camera allemaal vertelt. Ik vind het zo'n onzin. Ik kan er slecht naar kijken. Maar goed, dat was het ook. Ik heb de kwasten gewassen. Dat ga ik jullie laten zien. En dan ga ik hier eens eventjes aan de gang. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Ik ben lekker klaar. Alles is weer gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Gelijk weer even een probleem opgelost. Ik had dus mijn stofzuigerklep. Die wilde niet meer goed dicht. Want er zat iets niet goed met dat borsteltje. Dus ik had mijn moeder een foto gestuurd. Van joh, weet jij hoe dat zit? Dat ik van de week al gevraagd. Toen zei ze, ja, je moet hem draaien. Toen stuurde ze een filmpje en toen snapte ik het. En toen paste die er dus wel in. Ik wist niet dat je dat onderkantje moest draaien. Dus dat was super fijn. Dus ik kan die weer gewoon dicht. Daar ben ik wel echt super blij mee. Dus dan weet ik dat weer voor de volgende keer. Ja, zo leer je weer. Ik wist gewoon niet dat ik hem zelf gedraaid had. Maar nou ja, super fijn in ieder geval. Het was wel even handig. Mijn moeder had even een filmpje gemaakt. Dus dat was wel echt handig om te zien. De kattenbakken zijn schoon, de douche is weer lekker gedaan. Alle handdoeken weer lekker op zijn plek gelegd. En de was die draait nu nog. Ik had even de witte was aangezet. Dus nou ja, dat is allemaal wel lekker. Ik heb de spinazie net gewassen. Die moest ik even goed wassen. Want ik had natuurlijk verse spinazie bij de goudtrui net gehaald. En dan, ja, dat is niet gewassen. Maar ik moet zeggen, als ik het uit de winkel gewoon koop in zo'n zak, zeg maar. Dat er op staat gewassen spinazie. Doe ik het ook altijd nog even door het water slaan. Dus dat is allemaal gelukt. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik kijken naar Goeie Tijden en Chateau Meiland. Ik denk nog even een spel doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Misschien nog even wat op de laptop doen. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik heb ook eventjes folie over het bakje gezet.
voor de fruitvliegers. Even kijken of dat het wil. En als het dan nog niet werkt, kan ik het nog proberen met een tuutje waar mijn moeder het over had. Maar dat ga ik gewoon eventjes aankijken nu. Dus nou ja, goed, dat was het dan eigenlijk ook. Ja, ik ga nu dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen en even wat drinken. Dus bij deze zou ik dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 24 oktober. Ik heb het weer eens koud. Het is 13 graden buiten. Het is ook zo'n bewolkt dagje. Het regent, het waait. Het komt nu echt wel herfst weer aan, las ik ook. Dus nou ja, goed. Dat betekent gewoon weer warm aankleden. Doe ik toch al. Ik loop alweer eventjes in mijn truien natuurlijk. Nou, even wat dingen gisteravond. Allereerst mijn het lampje, zeg maar, waar dat blokje van mijn opa op staat, die is kapot gegaan helaas. Ik denk dat ik er een verkeerde tussen heb gehad. Hij had vorige week al een beetje kuren dat als ik hem aandrukte, dat hij dan niet aanging. Dan deed ik hem uit, dan deed ik hem aan en dan ging hij wel aan. Dus dan moest ik hem twee keer aanklikken voor hij aanging. Nou, dat was al niet helemaal goed. Maar toen eigenlijk een paar dagen later ging die wel weer gewoon aan na de eerste keer. Dus ik dacht, nou, misschien is het weer opgelost. Dus ik was al een beetje blij eigenlijk. Maar gisteravond deed hij het echt niet meer. Dus ik heb mijn vader wel eventjes een berichtje gestuurd. Dus die zei, ik heb hier een haar op mijn scherm. Dat is heel erg vervelend. Die zou even een mailtje gaan sturen. En dan hoor ik wel als hij daar bericht van had gekregen. Dus dat was wel eventjes vervelend. Maar ja, goed, dat gebeurt mij wel vaker hoor, dat er iets niet helemaal goed gaat. Dus wat dat betreft is het geen nieuws. Ik had gisteren een slak bij mijn deur zitten. Nou, daar werd ik een beetje naar van. Want mijn moeder die heeft dus echt een slakkenplaag in huis. Die heeft heel vaak 's avonds last gewoon van slakken. En heeft ze allemaal van die sporen. Dus ze weet ook niet waar het vandaan komt. Dus ik had even zo'n gevoel. Ook kwam gisteravond het bericht naar buiten dat de trainer van Ajax ontslagen is. Hadden ze veel eerder moeten doen als je het mij vraagt, maar het is nu eindelijk gebeurd. Het was wel gek, want zondagavond zei hij nog van nee, ik heb er nog heel veel vertrouwen in dat ik dit helemaal ga goed kunnen doen. En nou ja, dat was gisteren ineens veranderd. Toen hebben ze toch besloten om uit elkaar te gaan. Ja, er worden wat namen genoemd wie hem eventueel gaat opvolgen, want er zijn heel veel mensen gepolst die vriendelijk bedankt hebben. En ja, er wordt nu een naam genoemd waarvan ik ook niet weet. Ik ken deze man niet. Ik heb alleen zoiets, ik vind het best wel tricky, want hij is 2 weken geleden zijn vrouw verloren. Dus ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat je hoofd ernaar staat, zeg maar, om dan zo'n zo'n taak op je te pakken. Maar goed, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van iemand anders kijken. Dus we wachten het wel af tot daar bericht over naar buiten komt officieel. Verder heb ik gisteravond, ja, het eten was op zich lekker. Ik had alleen een hele lange haar in mijn spinazie. Ja, die was blijkbaar gewoon van mezelf. Maar ik weet al niet hoe die erin gekomen is, want ik kook altijd met mijn haar vast. Gelukkig kwam ik hem tegen, want ik moet er niet aan denken dat ik die doorgeslikt zou hebben. Maar daar kon ik wel even heel na van worden als ik eraan terugdacht. Verder heb ik gisteren gewoon goede tijden gekeken en daarna lekker Chateau Meiland. Ik heb even lekker een spel gedaan. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna weer Zien mij graag op Videoland. Heel leuk, ook weer humoristisch, want het is wel grappig. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek lekker gelezen. Superleuk boek, wat ik moeilijk weg kan leggen. Dus ja, het was eigenlijk verder allemaal wel prima op die paar dingetjes dus even na. Mijn horloge is ook nog leeg, die had ik op moeten laden. Gaat allemaal top vandaag. Maakt niet uit. Vandaag op de planning. Ik ga zo eventjes hier stofzuigen, de boel strak trekken. Dat moet elke dag gebeuren. Dan ga ik de video opnemen voor zaterdag en dan ga ik nog even aan mijn diamond painting zitten. En ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen vandaag. Want ik wil eigenlijk wel weer even een slag slaan. Want ik heb er wel weer zin in om even mee aan de gang te gaan. En mezelf proberen een beetje op te warmen, want het is in huis. Ik ga heel even spieken. 18 graden. Dus hij zakt, wat dat betreft blijft hij daar wel een beetje op hangen. Dat geluk heb ik nog, dat ik dus nog niet hoef te stoken. Dat is voor nu de planning. Ik ga jullie meenemen, dus tijd om even wat te gaan doen. We'll be right back.
Zo, ik heb alles klaar wat ik wilde doen. De video staat erop. Ik hoop dat het goed overkomt, want er moest natuurlijk weer een kat op de kattenbak. Het zal ook weer eens niet. Katjes zijn de laatste brokjes aan het opeten. Ik klink een beetje benauwd, maar ik heb net een hele flinke niesbui gehad. En ik heb het idee dat ik wel licht verkouden ben, maar dat het niet echt doorzet, zeg maar. Maar ik ben wel continu aan het niezen. En ik had zondagavond ook al een paar keer, dan voelde ik dat het dwars zat, maar het wilde niet. En dat was zo benauwd. Maar nu heb ik wel een paar keer geniesd, dus dat ging op zich wel. Maar straks gewoon even lekker met douchen, gewoon even lekker onder de warme kraan. Een soort van stomen of zo. En ik zou altijd nog eventjes echt, ik heb nog wel zo'n stoom ding voor het gezicht. Zou ik altijd nog kunnen doen, zou het echt vast komen te zitten. Maar zover is het nog niet, want ik kan nog gewoon ruiken en zo. Dus dat is allemaal prima. Nou, eventjes lekker mijn diamondpainting gedaan. Dat was ook wel weer lekker. Maar nu heb ik wel echt ijskoude vingers. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen, daar heb ik nu al zin in. Dat is echt momenteel mijn het toppunt van de dag. Onder de warme douche gaan. En dan mis ik zo een bad. Ik zou zo graag een bad willen. Maar ja, ik heb hem niet helaas. Vanavond is het tijd voor goede tijden. En daarna weer politie Rotterdam. Ik ben wel weer benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik denk nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Foto's bewerken. En dan gauw mijn serie weer kijken. Ook wel weer zin in. En daarna weer even zien mij graag. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Daar heb ik nu al wel zin in. Maar je hebt wel kans dat ik misschien... Ik ga vrijdag mijn bed verschonen en mijn winterdekbed erop ga gooien. Want ik merk toch wel dat het zomerdekbed nu toch best wel fris wordt. Ik doe hem nooit dubbel. Ik heb wel een vierseizoenen dekbed. Maar ik klap hem nooit zeg maar op elkaar. Omdat ik dat echt te heet vind. Maar ik heb nu het zomergedeelte er nog op. Die zou ik het liefst ook wassen. Maar ik denk niet dat ik hem in de wasmachine krijg. Dus ik denk dat ik dat ga doen, maar dat ga ik nog even naar kijken. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!